Joyce Eijk uit Dronten wil meer aandacht voor de problemen bij het verstrekken van hulp en ondersteuningsmiddelen. En ze is daarom een petitie gestart. Joyce Eijk is bij ons de gast dit uur, samen met Anneke Poppa. Zij is voorzitter van de SP in Dronten. Joyce, welkom. Anneke, welkom. Dank je wel. Joyce, we hebben het over problemen met het verstrekken van hulp en ondersteuningsmiddelen... die je dan via de WMO, de wet maatschappelijke ondersteuning, kan aanvragen. Ja. Wat gaat er nou mis? Uh, nou, bijvoorbeeld ik zelf heb, uh, ben van Lelystad naar Dronten verhuisd. En uh, mocht gelukkig uh, uit Lelystad mijn rolstoel uh, tijdelijk meenemen. Maar al die tijd uh, kreeg ik ook maar geen uh, aangepaste fiets. En dat, zijn een, dat is maar één klein dingetje wat er misgaat. Bijvoorbeeld, uh, ik ben dan bij Kassa geweest... En toen kreeg ik in de wel een aangepaste fiets. En kreeg ik te horen dat ik mijn rolstoel wel mocht houden. Terwijl al die tijd uh, kwam het rond met drie rolstoelen waar ik niet in paste. Ehm... Uh, um... Ja, we moeten het misschien toch even uitleggen voor mensen die er niets mee te maken hebben. Die nu misschien wel voor het eerst over die WMO horen. Als je wat chronisch ziek bent of dat je iets mankeert en dat je mak niet makkelijk dingen kan doen. Kun je bijvoorbeeld een rolstoel krijgen. Die rolstoel krijg je via de gemeente waar je woont. Ja. Die blijft ook in... Eigendom dan van de gemeente waar je woont? Um, in principe is de rolstoel eigendom van de gemeente en van uh, het hulpmiddelencentrum waar de gemeente bij aangesloten is. Uh, in Leefstad is dat welzorg en in Dronte is dat het hulpmiddelencentrum. Uh, de WMO is ervoor bedoeld uh, voor rolstoelen, scoopmobielen, um, aangepaste fietsen, uh, noem het maar op, ook aanpassingen in huis. Maar het probleem zit hem in: uh, de levering duurt soms. Jaren, maanden en dan hebben we het echt over jaren. Er zijn verhalen van mensen die zes jaar wachten op een juiste rolstoel. Dus ja, dat is gewoon triest, want hulpmiddelen zijn geen luxe artikel. Het enige wat ik hiermee wil bereiken is. Uh, ik woonde daar net. Ik ben verliefd geworden op het huis. Zeven maanden lang werd het huis waar ik op verliefd ben geworden een gevangenis. En kon ik alleen maar uh, of in mijn huis of in mijn tuin. En verder kwam ik niet. Het enige wat ik wil, is naar buiten. Waar, ja, waar, waar, zit, waar zit de kink in de kabel? Waar, waar loopt het fout? Nou, um, zeg maar, je vraagt het aan bij de WMO... Dan moet de WMO een verslag maken en doorsturen naar het desbetreffende hulpmiddelencentrum. Maar het gaat vaak om mis bij het aanvragen bij de WMO. Moet je dat via de computer doen? Of, uh, is, is... Nee, je, je vraagt eerst via de computer uh, inderdaad: vraag je gewoon een gesprek aan. Nou, dan krijg je een gesprek met de wmo consulenten Die komen langs. Uh, ja, of je gaat zelf naar het gemeentehuis. Het is maar net uh, hoe mobiel je bent. En dan uh, ga je in gesprek met die WMO-consulenten. En dan vaak uh, is het ook nog uh, dat ze niet echt goed luisteren. Want je, um, hulpmiddelen zijn geen luxe. Je moet ook echt maatwerk hebben. Kijk, uh, ik ben één persoon. Maar uh, bijvoorbeeld uh, mijn buurman is weer een andere persoon. Die kan niet in dezelfde hulpmiddelen gaan nee, wat, zitten. Want jij als zei ik. al: ik, ik moest een nieuwe rolstoel ja. hebben. En daar hebben ze al drie keer dan een rolstoel waar ik niet eens in paste geleverd. Ja. Hoe kan dat? Ja, dat uh, begrijp ik ook nog steeds niet. Want um, zeg maar, de WMO stuurt dan, dat noemen ze een pakket van eisen. Daar staan al je maten in die je nodig hebt. voor uh, de hulpmiddelen die je aanvraagt. En uh, die heb ik zelf drie keer doorgestuurd naar het hulpmiddelencentrum. De WMO-consulenten, mijn ergotherapeut. Dus ze hebben dat papier al meerdere keren gehad maar nog kwamen ze steeds met een rolstoel waar ik niet inpaste, omdat de meeste leveranciers, met alle respect, um, kiezen vaak de goedkoopste en de makkelijkste optie. Maar in dit geval is de makkelijkste en de goedkoopste optie ben ik niet meegeholpen, maar de rest van Nederland ook niet. Nee. Um, nou, dat is de reden voor jou om over te gaan tot actie. Want ja. Uh, ja, nu hebben we het over die rolstoel. Maar er gebeuren dus nog veel meer dingen in die Wemo. Ga ik heel even naar Anneke, uh, de voorzitter van SP Dronte. Uh, jullie hebben je ja, aangesloten bij uh, uh, ja, de actie van, um, van Joyce. Uh, wat voor verhalen horen jullie? Ja, eigenlijk vergelijkbaar met, met Joyce. Uh, er zijn nu ook twee uh, uitzendingen geweest van Kassa. En wat je daar hoort is echt schrijnend. Inderdaad, mensen die jaren zitten te, zitten te wachten op hun hulpmiddelen. En als je nu kijkt naar Dronten, uh, die heeft het hulpmiddelencentrum in Lelystad Welzorg. Um, die rolstoel van Joyce had gewoon overgenomen kunnen worden... want er is een verhuisconvenant. In 2015 heeft minister Van Rijn gezegd van... oké, okay, ik hoor van deze schrijnende verhalen, ik doe een onderzoek... er is een advies geschreven, inkoopbeleid voor VNG... en er is een verhuisconvenant. Dat verhuisconvenant dat betekent dat Welzorg de rolstoel over... zou moeten kunnen geven aan een hulpmiddelencentrum. Nu is het zo dat Dronte en Wolde en Noordoostpolder, die hebben huis. Het, 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 het uh, hulpmiddelencentrum hebben ze de aanbesteding gegund. Hulpmiddelencentrum is geen lid van de branchevereniging, dus het verhuisconvenant geldt niet. Dan denk ik, hoezo? Ja, ja, dus dat zijn elke keer. Ja, weer struiken. Ik hoor door. dus dat het allemaal bureaucratie is. Ja, een heleboel bureaucratie. Ja, ja en dan, dan word je als burger echt helemaal gek van, want uh, ik verhuis verleend aan het rond, dan kan ik mijn verhaal helemaal opnieuw doen. Maar daarentegen moet ik mijn verhaal opnieuw doen. Maar ik heb alle papieren heb ik al naar die WMO-consulenten gestuurd. En dan zegt ze, ja. Er kan in de jaren wel wat veranderd zijn. Uh, nou, denkt u dat ik na al die jaren dan ineens niet meer een rost nodig heb... of een aangepaste visie. Kan Joyce, kan je ergens klagen? Is er een telefoonnummer of is er iets waar, waar je aan de deur kan kloppen? Nu inmiddels uh, is er een actieteam geopend. Uh, door middel van Kassa en minister Hugo de Jonge van uh, Volksgezondheid... hebben we een actieteam geopend. Uh, daar kan je een mail naartoe sturen en dan helpen zij. In crisissituaties. Nou, ik wil zeggen, minister Hugo de Jonge, het is altijd crisis. Ja, want jij hebt zeven maanden zitten wachten. Dat is natuurlijk eigenlijk ook al veel te lang, duurt dat dan, hè? Ja, dat vond ik al lang. En dan heb je verhalen van mensen die jaren wachten... en dan denk ik, nou, dan valt die zeven maanden nog wel mee. Maar uh, echt leuk is het niet, hoor. Hey, nou, nou heb jij al uh, jarenlang dat je gebruik moet maken van hulpmiddelen. Ja. Uh, nou is een aantal jaar geleden de verantwoordelijkheid... van die hulpmiddelen bij de gemeente terechtgekomen. Want dat ja. was eerst landelijk geregeld. Ja. Want, hey, merk je daar nou verschil in? Was het vroeger dan beter dan nu? Ja, want toen ik in Lelystad woonde, was alles zo geregeld. Uh, toen kreeg ik zo die rolstoel, zo die aangepaste fiets. Uh, nou, dat was echt binnen een maand en uh, klaar ermee. Maar daarmee zeg je, per gemeente is het gewoon soms anders geregeld? Ja, want elke gemeente is nu verantwoordelijk voor zijn eigen uh, inkopen bij leveranciers. Maar ook uh, wat ze uh, hulpbehoevenden aanbieden. En dat moet anders. Het moet landelijk opgelost worden. En niet alleen in Dronten of in Lelystad. Het moet landelijk opgelost worden. Daarom ben ik die petitie ook gestart. Ja. Nou, de petitie draagt de titel hashtag regelhet. Ja, je, roept erin... regelhet. Ja, je hebt zelfs een t-shirt ervan aan. Je roept erin op om verschillen tussen de gemeenten te overbruggen... en iedereen in de WMO garantie te geven op goede hulp. Ja. Laten we zo verder over die petitie praten. Hulpmiddelen die nodig zijn om om te gaan met een ziekte of beperking... vallen onder de wet maatschappelijke ondersteuning. En de gemeente gaat over de uitvoering van deze wet. En dat gaat niet altijd even soepel. Joyce Eijk uit Dronten is daarom een petitie begonnen... om de situatie te verbeteren. Zij is hier in de studio. Ze is hier niet alleen, want ook de voorzitter van SP Dronten... Anneke Poppa, die is hier in de studio. Ja, we hadden het net al even over wat jou persoonlijk... waar je allemaal tegenaan bent gelopen... tijdens dat proces met allemaal hulpmiddelen aanvragen. Uh, Joyce, nu, nu ben je dus begonnen met een petitie. Uh, ja, wa, wa, Waarom dacht je, die petitie is nu wat ik nu moet doen? Uh, nou, 21 september ben ik uh, bij Kassa geweest met mijn eigen verhaal. En daarna ontplofte mijn telefoon en uh, nou, kreeg ik zoveel verhalen te horen. En toen was ik ook uh, een Facebookgroep uh, uh, begonnen met uh, problemen voor hulp. Uh, als je problemen hebt met hulpmiddelen, dan kan je daar gewoon aanmelden. Nou, en toen kreeg ik nog meer verhalen. En toen dacht ik, nou, dat moet gewoon opgelost worden landelijk... Want ja, weet je, zijn geen luxe. Je hebt ze gewoon nodig. En ja, dat mensen ook in de situatie verkeren waar ik in heb gezeten... Nou, dat wens ik niemand toe. Ja. De, de petitie loopt onder de naam hashtag regelwet. Ja. Je wil 100.000 handtekeningen ophalen. Hoe gaat het daar nu mee? Nou, als het kan nog meer, maar uh, we hebben een weddenschap. Zij gaat voor de 5.000 en ik ga voor de 100.000. Ja. Uh, we zijn nu richting de 4.200, dus uh, het loopt lekker op. Ja, en Anneke, waarom wilde de SP zich hiermee bij aansluiten? De SP sluit zich meestal aan bij mensen die actie voeren voor iets. Uh, wij voeren niet zelf actie, maar wij steunen de mensen die actie voeren. En dit is natuurlijk ja, een, een, een misstand die moet worden opgelost. Is het iets voor de politiek? Is het iets om op te pakken voor, de, nou, voor de, wel, bijvoorbeeld de, minister, de SP in, in Dronten om daar eens eventjes flink de burgemeester aan zijn jas te trekken? Nou ja, de minister heeft het ook laten, laten liggen. Het, het, het is echt een politiek issue. Er worden de komende maar vakkeer. ik weet het antwoord van de minister al. Die zegt ja, we hebben het aan de gemeentes gegeven. Ja, dat klopt. Maar in Dronten wordt het nu opgelost. Want ik heb zelf contact met de burgemeester gezocht. En in Dronten wordt het opgelost. Nou, echt hartstikke mooi. Maar de rest van Nederland dan? Kijk, minister Hugo de Jonge is uiteindelijk uitverantwoordelijkheid. En ik weet niet hoe het met de rest van mensen zit hier in Nederland die uh, dit probleem ervaren met hulpmiddelen. Maar ik ben boos. En ik ben verdrietig. En ik ben klaar met niemand neemt verantwoordelijkheid beleid. Iemand moet nu de verantwoordelijkheid gaan nemen over al die mensen die tot wanhoop worden gedreven omdat ze niet naar buiten kunnen. Het enige wat ik vraag is ik wil naar buiten zonder dat het me zoveel energie kost. Nou, dat kan ik inmiddels. Maar nu de rest van Nederland nog. Ja, je, je schrijft ook in de petitie <coughs> uh, uh, sommige mensen de, de lange wachttijden en de kwaliteitsverschillen tussen de gemeenten ja. die maken mensen onzelfstandig of zelf zieker. Heb je daar ook voorbeelden van gehoord? Ja, ik ben zelf ook uh, zieker geworden, omdat al die stress dat je continu dat hulpmiddel niet krijgt, of dat je continu met die bureaucratie van, ja, laat de burger het zelf maar oplossen. Uh, je wil niet weten hoeveel ik zelf uh, gebeld heb met het hulpmiddelcentrum, met de WMO. En daar ben ik niet alleen in. Er zijn er meer die zoveel moeten bellen, mailen. Het is... Weet je, het zou mooi zijn als je het gewoon aanvraagt... het wordt geregeld, klaar. Maar zo gaat het niet. Dus het kost zoveel energie, waardoor je inderdaad of zieker wordt... of je op een gegeven moment... want daar ben ik nu het boegbeeld voor... voor de mensen die niet meer durven, die anoniem willen blijven. Heb ik echt er zijn er al hoop mensen die, zet, die, die gewoon zeggen van... jongen, ik, ik kom niet meer verder, ik, ik weet het eventjes niet meer. Klopt En, en in, klopt de, niet in mij, de vereenzaamheid ja. te raken of, ja, of denken van... ja. Ik zoek het maar uit. Klopt. Je wil niet weten hoe geïsoleerd ik was. Want ik heb zeven maanden alleen in mijn huis of in de voortuin gezeten. En dat was het. Ik kon nergens heen. Dus even een bakje doen bij je moeder. Of uh, even ja, naar de winkel gaan. Het is zo een opgave. Met hulpmiddelen. Ja. Weet je. Het, zijn, het is niet leuk hulpmiddelen. Maar je hebt ze nodig. En dan ben je er binnen vijf tellen. En anders kost het zoveel moeite en energie. En vergeet niet dat uh, Joyce zeven maanden zonder aangepaste fiets heeft gezeten. Ja. Dus je mobiliteit gaat ook Klopt. achteruit. Hè? Dus lichamelijk ga je achteruit. Ja. En ja, dit moet gewoon landelijk opgelost worden. En dan is het inderdaad een politiek, politiek issue. De minister moet, moet dat gaan regelen. Ze hebben het destijds gedecentraliseerd. En laten we het nu gewoon weer centraal gaan regelen. Ja, want is dat de oplossing dan? Dat het centraal, want la, laten we niet alleen even in het probleem denken... maar jullie hebben vast wel nagedacht over hoe dit nou opgelost kan worden. Uh, ik hoor bij Anneke van weer centraal regelen. Dus weghalen bij de gemeente. Uh, wat, wat, hoe denk jij daarover, uh, Joyce? Uh, nou, ik ben er ook voor dat het gewoon landelijk opgelost moet worden en dat het ook landelijk gewoon in één keer gewoon, uh, geregeld moet worden. Kijk, ze, ze doen het nu bij de gemeentes, maar. Uh, met alle respect, uh, de gemeente wordt er ook mee opgezadeld. Maar uh, je mist de deskundigheid. Als ik bijvoorbeeld vraag: uh, uh, zoals is, er is een verhaal van uh, iemand in Dronten die had een speciale rolstoel nodig met een neksteun. Nou ja, als het bij de WMO-consulenten al uh, geen deskundigheid is over ja, uh, je moet die neksteun hebben, maar welke moet je dan hebben? Kijk, het hulp, uh, de hulpmiddelencentrums, de leveranciers, die weten het vaak wel. Maar het gaat vaak al mis bij stappen... Stap 1. En stap 1 is de WMO-consulent. En als je dat gewoon landelijk nu gaat regelen, dan hebben de gemeentes ook weer uh, wat meer adem. Ja, nou, nou kun je je afvragen of dat wel een hele realistische gedachte is dat de Rijksoverheid zegt van dat nemen we weer terug, die taak die halen we weg bij de gemeente. Zou er misschien een oplossing kunnen te bedenken zijn dat het wel blijft zoals het nu is, maar dat er toch iets anders wordt bedacht dat het beter wordt? Nou, een andere oplossing zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat gemeentes gewoon meer samen gaan werken en de deskundigheid onderling gaan delen, maar ook uh, dat de leveranciers ook uh, sprake hebben en meer kunnen communiceren met de gemeentes. Want nu wordt er vrij weinig gecommuniceerd. En ja, dan, dan gaat het mis. Dus dat is ook nog een oplossing. Zou het ook gewoon met geld te maken hebben? Waarschijnlijk wel, want de leveranciers kiezen vaak de goedkoopste en de makkelijkste optie. Ja, daar ben ik niet mee geholpen. En de rest van Nederland ook niet. En de gemeentes kiezen ook de goedkoopste, want de aanbesteding wordt gegund aan de partij ja. die... Uh, ja, ik, ik weet niet of ze op kwaliteit uh, aanbesteden. Maar ja, maar... als SP zit je in de gemeenteraad, die gaat zelf over zo'n aanbesteding, wat daar voor kwaliteitseisen in staan. Uh, hebben jullie dan zelf niet zo goed op zitten letten als SP? Ik heb niet bij de aanbesteding meegekeken, maar um, ja, ik denk dat, dat je dus ook als gemeenteraad en. Dat moet dus iedere gemeente die, moet die deskundigheid hebben van ja. waar moet je op aanbesteden. Hè, wat je dus mist, het verhuisconvenant lid van een branchevereniging, dat stond dus blijkbaar niet in de, in, in, in de aanbesteding. Mm -hmm. En ja. Ja. En dat is het probleem als je het dus decentraal hebt. Je moet, overal moet je die deskundigheid hebben. En dat, dat is er gewoon niet. Nee, dus, dus Joyce, wat Joyce zei, je moet dat, moet dat delen. Je moet je ja. de, de ervaringen delen. Joyce, uh, die petitie, daar gaan we nog eventjes op terugkomen. Hoeveel heb je er? Uh, hoeveel handtekeningen? Ja? Ja, bijna 4200. 4200. We gaan voor de 100.000. Ik wel, ja. En daar, waar moeten we zijn? Wat moeten we doen? Uh, nou, je kan bij. Uh, als je hashtag regelt, dan kan je hem ook vinden. Um, maar uh, je kan hem ook vinden onder www.degoedesaak.org. Slash regel het. Zo. Maar hashtag regel het. Dat is, uh... Als je dat in je Google balkje doet, dan kun je Ja, hem dan vinden. vind je hem ook gelijk. En uh, hij staat ook op de website van Omroep Flevoland, uh, op de website van de Drontenaar. En op de website van de Stenter, waar ik zaterdag in stond. Ja, dus nou, je, je acties laten in ieder geval aan dat er aandacht komt voor je verhaal. Want uh, je, je wordt overal dus uitgenodigd. Laten we hopen dat dat niet stilvalt. Hè, en dat je dan gewoon uh, aandacht blijft houden. Maar nou, het is niet alleen mijn verhaal. Het is het verhaal van iedereen. Ik kom op voor iedereen die niet durft, of anoniem wil blijven. Blijven. Kijk, dan ga ik maar op tv of op de radio. Ik vind het ook niet leuk, maar ja, iemand moet het doen. <laughs> nou, ja. we vonden het in ieder geval, we zijn blij dat je dat op je hebt genomen, want dan was je hier bij ons ook mooi te gast. Uh, dank jullie wel dat jullie hier waren. Joyce Eijk, um, uh, kijk eventjes he, op uh, de website, op, op Google, hashtag regel het. Uh, en dankjewel Anneke Poppa van uh, SP Drop. Ja, Jullie bedankt.